Goedemorgen Nederland, welkom terug in onze webinar week. Nu alweer bij het tweede webinar van deze woensdag, de derde dag van deze week. En deze dag hebben wij het, net als bij het eerste webinar, over de arbeidsmarkt en inhuur, trends en insights. We zijn nog niet eens halverwege, maar we hebben vanochtend al veel interessante dingen geleerd en we gaan het komende drie kwartier weer heel veel interessante dingen leren. Mijn naam is Wim Davidsen, maar het gaat niet over mij. Het gaat over deze mannen de komende drie kwartier. Over Frank en Michiel, die komen vertellen over de beste opdrachten scoren. Hoe dat kan en dat het nog nooit zo makkelijk was. En dit intrigeert mij echt, want opdrachten scoren, dat is inderdaad vandaag de dag veel makkelijker dan dat het ooit geweest is. We hebben een superkrappe arbeidsmarkt, ongeveer 3,5% werkloosheid. Dus elke werkgever heeft vacatures die moeilijk vervuld krijgt. Iemand die die opdracht wil vervullen is van harte welkom. Elke ZZP'er, elke detacheringskracht, elke werkzoekende die is op zoek naar de beste opdracht. We gaan de komende drie kwartier horen hoe dat gaat werken. En dat horen we heel graag van Frank en van Michael. Welkom in dit webinar. Welkom op deze mooie woensdagochtend. Dank je. Ik ben echt super benieuwd. De beste opdracht. Hoe pakken jullie dat aan? Ja. Nou goed, dank Wim. Laten we van start gaan met ons eerst even zelf voor te stellen. Ik zal bij mezelf beginnen, ik ben toch aan het woord. Maar Michael Matthijssen, sinds jaren 1990 al in de recruitmentwereld werkzaam. Zowel bij corporate organisaties als aan de bureauzijde. En nou, uiteindelijk weer met Frank, een oud collega, aan de slag. Een mooi platform neergezet. Dus Start-up. Oké. Okay. Dus. Ja. Ja. Frank? Ja, ja. Nu inderdaad een jaartje bezig. Aha. Frank van Dijk, 20 jaar geleden met Michael bij Flexgroep Nederland, DPA tegenwoordig gewerkt. Aha. Lange tijd dus in de interimmarkt. Ja. Altijd bezig met eigenlijk de kernpunten als het gaat om automatisering en een stukje transparantie. Openheid van informatie geven, processen optimaliseren en stroomlijnen. Dat is wat ik in ieder geval leuk vind om te doen en waar ik me echt helemaal mee bezig hou. En samen met Michael hebben we bedacht, nou, laten we vooral eens even kijken hoe we in de huidige, met de huidige technieken, want we zijn 20 jaar verder inmiddels, eigenlijk iets kunnen doen wat het leven nog makkelijker maakt voor alle interimmers die een opdracht zoeken of voor partijen die interimmers hebben natuurlijk die opdracht te zoeken. Primaire doelgroep is de interimmer, de kandidaat. Ja. Ja, we werken echt vanuit de kandidaat, de professional kant. Ja, okay. Ja. En nou goed, ruim anderhalf jaar geleden echt in operatie gestart. En we zien daar nu ook wat kantelingen komen, dat het niet alleen voor interimmers is. Okay. Maar dat gaan we zo laten zien. Ik ben heel benieuwd. Ja. Waar gaan we het over hebben? Kort programma, snelheid en kwaliteit op voordrachten. Dus vandaag wat je net al in je intro zei. Er zijn heel veel kansen, maar ook de opdrachtgevers worden steeds kritischer. Mm. Er zijn ook steeds meer bureaus of ZZP'ers die moeite hebben om de juiste opdracht te vinden. Ja. Wat gebruiken we daarvoor? Waar halen we die opdrachten vandaan? Hoe geeft dat ons de inzichten, ook qua data? Mm-hmm. We zijn al anderhalf jaar bezig. Je ziet ook dat we meer tot samenwerking overgaan. Daar komt straks een collega en partner, Arno, komt erbij om er meer uitleg over te geven. Dus hoe zijn we succesvol samen met Flexpenacy en in dit geval met Spinweb. En verder gaan we over de marktontwikkelingen hebben, over de intramarkt. Ja, mooi. Goed, Flexpenacy werkt voor jou. Hoe het werkt, we gaan op basis van de voorkeuren van de interimers of de professionals, die gaan we matchen met de opdrachten die in de markt zijn. Uiteindelijk gaan we het hele traject ontzorgen van het aanbieden van die professional. Het creëren van het een goed cv maken, goede motivatie, het aanbieden. Uiteindelijk de hele de contractuele afwikkeling gaan we overnemen en de facturatie. Dus puur het ontzorgen. Ja. Dus dat even in de grote lijn. Goed, ja, voor wie? Je vroeg het al, hè? Voor wie is het dan? We zijn soortgelijk zaakwaarnemers voor de zelfstandig professionals. We zien daar in de loop van de periode dat we al bezig zijn,
komen daar ook wat bureaus bij. Dat kunnen zijn detacheringbureaus, vaak de bureaus met een man of 25 in dienst, 25, 50. Ja, die niet de volledige focus kunnen hebben op de markt en het aanbieden van hun mensen. Daarnaast ook de projectenbureaus. Hè. We zien ook dat bij projectenbureaus projecten stoppen. En ook die mensen, de projectleden, moeten aan het werk. Dan worden wij ook gezocht om te helpen als verlengstuk van sales, van het salesapparaat. En daarnaast communities van ZZP'ers en platformen, zoals Spinmap. Hè? Versterken van de dienst. Okay. Ja, en dan zie je inderdaad denken van, joh, dat is toch eigenlijk heel logisch allemaal, maar... Dat weten wij omdat we in de interimmarkt zitten. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet zoveel gedaan. We zien namelijk heel veel partijen die wel actief zijn op de markt. Maar vrijwel alle partijen zijn actief namens de opdrachtgever. Dus ze zijn allemaal voor de opdrachtgever. Zijn ze bezig om voor die opdrachtgever opdrachtnemers te zoeken die die opdracht kunnen invullen. En dat is nou net het stukje waarbij we gezegd hebben, dat gaan we omdraaien. We gaan aan de kant van die opdrachtnemer zitten. We gaan voor die persoon, op dat bureau, gaan we zorgen dat we echt als zaakwaarnemer aan de slag gaan. Dat we die voorkeuren invullen. Dat we vanuit die blik gaan kijken naar wat is er in de markt beschikbaar. En dat is, vinden wij een fijnere propositie. Omdat we echt aan de kant van die opdrachtnemer zitten. En kunnen zeggen, hoe gaan we het voor jou nou makkelijker maken? Okay. Dus als ik even vanuit de keten redeneer. Vanuit kandidaat tot en met hiring manager. En alles wat ertussen zit. Ja? Dan zitten jullie dan ook ongeveer op de plek waar een MSP of een broker zit? We zitten er wel heel dichtbij, maar we zitten er eigenlijk net aan de andere kant. Ja, aan dus de kandidatenkant. De opdrachtnemer die heeft gezegd, ik heb een MSP en die MSP die heb ik opdracht gegeven om voor mij een probleem op te lossen. Ja. Wij zeggen, nou, heb je helemaal goed dat je dat doet en terecht. En daarom hebben wij gezegd, wij zitten aan de andere kant van die MSP en we zitten eigenlijk voor die professional te zorgen dat er voor die professional probleem wordt opgelost. Okay. Want zoals je al zei, er is zoveel vraag en er is ook behoorlijk wel wat aanbod. Maar de kunst is hoe je die twee nou goed bij elkaar kunt brengen. En dan geloven we echt dat het goed is om een duidelijke keuze te maken en te zeggen van, nou, we gaan echt aan de kant van die opdrachtnemer zitten om te zorgen dat we die kunnen ontzorgen. Oké, interessant. best een nieuwe propositie. Ja, is het ook. Ja. Is het ook. En voor ons is het ook kijken, we gaan niet starten, hoe valt dat nou in de markt, wie gaat je nou vinden? Ja. En nu zo'n anderhalf jaar verder zien we dat we steeds meer gevonden worden. Toch nu al? Ja. Dat we steeds meer gevonden worden. Nog even uitleggen. Hè. Dus op voorkeuren en skills. Daarmee gaan we aan de slag van die professional. Dat brengen we in kaart. Dat gaan we matchen op de vraag. Nou, daar hebben we met name Frank en zijn team een mooi systeem voor gebouwd. En uiteindelijk gaan we ze voordragen op de opdracht. Ja. Op de voordracht. Ja. Frank en zijn team. Ik ben nu dit maakt me heel nieuwsgierig. Ja, ja. Het team bestaat voornamelijk uit systemen wat we daarvoor inzetten. Het is een beetje een stukje wat we ook zeiden. We willen sneller en meer kunnen zien van de markt. Uh-huh. Het was heel gebruikelijk om te zeggen, als ik een klant heb, dan heb ik daar aanvragen voor. En dan ga ik als accountmanager de boer op, heb wat aanvragen onder mijn arm en dan ga ik kandidaten bijzoeken. Tegenwoordig gebeurt heel veel gelukkig online. Dus daarvoor zeggen wij, als we alle aanvragen die online beschikbaar zijn, gewoon allemaal, als we die allemaal een keertje zouden ophalen en bij elkaar zouden brengen. Want als ik voor jou aan de slag ga om de beste opdracht te vinden, dan vinden wij het belangrijk dat we ook wel kijken naar alle opdrachten die er zijn. Ja. En ook zorgen dat we van die opdracht ook weten dat het klopt, dat het actueel is, dat ook alles erbij staat. En dat we ze ook kunnen bekijken op basis van jouw voorkeuren. Want we hebben niks aan een hele bak met opdrachten als we niet weten hoe we door die opdrachten heen kunnen filteren. Ja, dat is het eerste deel van deze sheet. Hè? Ja, eigenlijk gewoon zeggen, jij hebt als opdrachtnemer, want het is een ander, ik zal niet zeggen probleem, maar een ander ding wat natuurlijk gebeurt in de huidige markt is dat als opdrachtnemer word je door veel partijen gevonden. En dat gaat eigenlijk altijd op basis van het verleden. Altijd op basis van hetgeen wat je hebt gedaan. Ja. Daar word je weer op gevonden. Ja. Waar leidt dat toe? Nou, dat leidt meer van hetzelfde. Meer van hetzelfde. Ja. Maar de wereld verandert. Mensen veranderen. En mensen hebben ook andere voorkeuren. Die willen ook echt wel meer doen vanuit de bijdrage die zij kunnen leveren. Dingen waarvan zij denken van, hier kan ik wat mee. Dit zijn onderwerpen die zijn wel nieuw. Die zijn nieuw voor iedereen vaak. Ja. Maar ik weet zeker dat ik daar wat mee kan. En daar wil ik ook wat mee doen. Ja.
Dus dan zeggen we ook altijd, als we met mensen erover spreken of professionals, we kijken eerst naar wat zijn jouw voorkeuren. Dus nog niet eens naar het profiel wat er is. We gaan eerst kijken naar wat zijn jouw voorkeuren. En laten we beginnen met die voorkeuren. Laten we die eens even tegen de marktvraag aanhouden. En wat we daaruit zien is dat er eigenlijk wel vrij veel partijen zijn die op zoek zijn naar kenmerken waar jij van zegt van dat jij die kan en dat jij die wil invullen. En dat is voor ons. Heb je het nu over skills, wat tegenwoordig skills wordt genoemd? Ja, heel mooi wordt dat inderdaad altijd skills genoemd. Wij zorgen ervoor dat al die vraag eigenlijk gelabeld wordt volgens die skills. Mm-hmm. En dat je ook de skills kunt opgeven die jij interessant vindt om mee bezig te zijn. Je schetst dat nu alsof je dat even doet, zo'n gesprek met een kandidaat van goh, wat interesseert jou en wat houdt je bezig. Het is toch best een ingewikkeld proces. Ik weet niet of jullie daar nog op terugkomen of dat... Ja, we hebben inderdaad straks zeker inderdaad even iets meer over hoe die systemen in elkaar zitten en hoe die processen inderdaad erin lopen. Okay. Heel interessant. En dat geldt natuurlijk ook voor die vaag. Maar jij zegt, zullen wij eens een keertje alle vaag verzamelen? Ja. Een keertje? Is dat één keer per kwartaal of één keer per week? Waar heb je het dan over? Nee, dat is eigenlijk iets wat we continu doen. Want het is een continu proces. In de interimmarkt is vooral snelheid belangrijk. Vinden wij in ieder geval. Want hoe eerder we weten waar die vraag is en hoe meer we weten over die vraag en dat die vraag bij jou past, des te sneller je aan de slag kunt gaan met een goede voordracht maken op die vraag. Ja. Want ik kan wel zeggen van ik wil graag deze opdracht doen, maar dan moet ik wel weten waar is dan behoefte aan deze skills, aan deze kwaliteiten die ik heb, die ik kan aanbieden. Mm-hmm. En zodra ik dat weet, kan ik zeggen van, nou dat vind ik wel interessant, daar kan ik inderdaad mee aan de slag gaan. En bij ons is dat dus eigenlijk een continu proces, waarbij als er ergens binnen Nederland een aanvraag online komt die voldoet aan jouw voorkeuren, dan weet je dat eigenlijk binnen 15 minuten. Zo. En dat geeft je dan de mogelijkheid om te reageren. Of eigenlijk de vraag te stellen, want vaak wat je ziet is, hey, dit is interessant, maar ik zie hier wat staan, dat snap ik niet helemaal. En daarom zeggen we, nou, dat is handig. Daarom hebben we het telefoonnummer en het e-mailadres erbij staan. Neem direct contact op. Laten we direct even gaan schakelen en te zien van, joh, kunnen we wat verduidelijking krijgen. Want misschien dat die opdrachtgever ook niet helemaal helder had wat hij voor ogen had. Ja. Maar dan kun je daar meteen over de inhoud gaan. Oké. Dus dat klinkt als synergie tussen mens en machine. Nee, zeker. Dus dat... Zal ik hem even... Ja. Goed. Dus, weet je, snelheid. We hadden het net over. Als wij het kunnen zien al met een kwartier wat er online komt. Ja, er zijn zoveel aanbieders in de markt. Dus ja, we gaan alles binnen, proberen alles binnen 24 uur te regelen. Ja. Daar staan we voor. Dus contact met die professional, intake, eerste match maken. Waar hebben we het over? Wat zijn je voorkeuren? Hoe brengen we die in kaart? Dan gaan we aan de slag. Dan gaan we je invoeren in die systemen. Gaan we kijken wat eruit komt, welke matches er komen. En daarna gaan we ermee aan de slag op die matches. Kijk, in de basis zeggen we ook, weet je, vertrouwen in ons. Op het moment dat we een match zien, bieden we direct aan om die snelheid te houden. Want dat doen natuurlijk heel veel bureaus met elkaar overleggen, terug naar die ZZP'er of die professional. Er gaat zoveel tijd verloren in die voorbereiding. Ja. Dus je moet in het eerste gesprek eigenlijk al met elkaar duidelijk hebben wat je met elkaar wil en wat je van elkaar verwacht. En dan kunnen we aan de slag. Nou, uiteindelijk gaan we je inschrijven op portalen, op marktplaatsen. Nou, we hebben hier het voorbeeld DAS genomen, waarvan iedereen weet dat is zo'n portaal waar je uren mee bezig bent om je in te schrijven. Nou, heel veel ZZP'ers met name vinden dat niet te doen, want die denken, joh, laat mij gewoon mijn vak uitoefenen, dat wil ik allemaal niet. Nou, dat gaan wij voor de professionals doen. Oké. Ja. Het woord is nog niet gevallen vandaag. AI zie ik hier staan. Hoe gaat dat ongeveer? Profiel en motivatie met behulp van AI. Dus dat is die eerste stap die jullie zetten, waarin je die kandidaat fileert en ontleedt. Ja. Stel ik me zo voor. AI is hartstikke mooi, maar het blijft vandaag de dag ook nog steeds mensen werken. Mm-hmm. Je eigen beoordeling met je professional aan de slag om dat een goede motivatie neer te zetten. Maar tegenwoordig kun je daar gebruik van maken. Dat doen we ook af en toe om te kijken van, goh, wat komt eruit? Waar kunnen we het nog net even wat meer clean, concreter maken, zo'n motivatie. Want dat vind ik wel een hele belangrijke. Voor mij de recruitmentzijde, het cv en de motivatie, die is echt heel belangrijk geworden vandaag de dag. CV ook? Ja, het cv ook. Het moet wel
verbinden met elkaar. Hè. Je moet logische verbanden met elkaar hebben, CV en motivatie. Maar omdat er zoveel aanbieders zijn en managers hebben daar die gaan heel snel. Hè, als ze 100 brieven krijgen, dan zijn ze in een paar minuten gaan ze doorheen. Het moet kloppen, to the point en opvallen dat ze denken, oké, deze kandidaat wil ik graag uitnodigen. Ja, en je zegt net heel mooi, het moet kloppen. Dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, nou, dan gaan we zorgen dat we daar systemen onder gaan zetten die daarbij helpen. Want waar wij vooral onze AI initieel inzetten, is niet zozeer om de consultant of degene die de motivatie schrijft te vervangen. Nee, het is meer ter controle. Als er namelijk in een aanvraag specifiek gevraagd wordt, hij of zij moet deze skills en deze ondersteuning kunnen bieden, dus deze harde eisen moet hij aan voldoen, dan zorgen we er eigenlijk voor met de AI dat we puur controleren, staat het wel in het cv? Want ja, hoe vaak hebben wij wel niet in het verleden vernomen en ook inderdaad van collega's gehoord van ja, hij had het wel, maar het stond er niet in. Ja, precies. Dus op basis daarvan is hij niet geselecteerd. Het was een hele goede kandidaat, maar hij was een woordje vergeten op te nemen. Ja. En het is soms ook... Die check doen jullie dus. Onder andere. Ja. Dat zijn gewoon de manieren waarop we zeggen van laten we eens even die consultant ontzorgen. En zorgen dat je eigenlijk niet bezig hoeft te zijn met te kijken van oké, dit is de eis. Staat dat wel echt letterlijk in dat cv? Ja. Want dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dat is niet, kwalitatief is dat niet echt het meest toegevoegde waarde die je daar levert. Okay. Dus vandaar dat we zeggen laten we vooral die technieken inzetten om op die manier het stukje artificial intelligence ook te gaan nakijken van joh, wat zijn de rode vlaggen die we zien in de profielen? Wat zijn eventueel ook de sterke punten? Hè? Dat vragen we ook altijd, joh, wat op basis van het profiel, wat zijn sterke punten die overeenkomen met wat er gevraagd is? Ja. En dat gebruiken we niet om ook die consultant te vervangen. Nee, dat niet. Het is meer op de zorg dat die consultant een extra paar ogen heeft, een extra persoon die ook kijkt naar die vraag. Ja. Want ja, als je alleen maar zelf opereert, dan kijk je altijd vanuit je eigen blikveld. En we willen juist inderdaad die ondersteuning inzetten om te zorgen dat je het gezamenlijk doet. Ja. Ik krijg hier een interessante vraag binnen van Martin de Bruin. Okay. Die zegt, daag je een kandidaat alleen voor op een uitstaande opdracht of ook aan opdrachtgevers die nog geen opdracht hebben openstaan, maar waarvan je weet of vermoedt of kan vermoeden dat er mogelijk iets gaat spelen qua inhuur. Dus proactief aanbieden van een goede kandidaat. Nee, dat doen we niet. We willen heel transparant werken. Het zit met elkaar, niet in met iedereen. Nee, het zit niet in ons model. Jullie reageren op opdrachten die het beste passen. Ja. Ja. Ja, en we willen gewoon duidelijk en transparant zijn in die hele keten. Hè. Maar als er over 20 minuten wel een goede nieuwe opdracht wordt gezet, dan hebben jullie hem ook alweer snel te pakken. Dan hebben we hem snel te pakken. Dus jullie zitten wel heel dicht op de bal. Jullie zijn niet proactief, maar wel supersnel op de huidige stand van zaken. Ja, klopt. We werken inderdaad echt momenteel vanuit het online vraagstuk. Dan hebben we Martin toch niet helemaal teleurgesteld. Nee, helemaal niet. Nee. En wat we wel belangrijk vinden is juist het continu door blijven kijken bij het matchen. Dus inderdaad, komt hij over 20 minuten binnen, dan gaat het vlaggetje wel af. Ja. En zegt, hey, dit is wel mogelijk interessant. Ja. Ik zal niet vragen hoe dat technisch werkt, want daar kan ik toch niks mee met het antwoord. Maar het klinkt heel interessant, heel gaaf. Dat je zo snel, zo dicht op de bal zit. Ja, en dan is ook vaak de vraag, als je alles gaat ophalen, wat betekent dat dan? Hè? Wat zien we dan daar terug? Ja, en dan komen we echt op de wet van de aantallen, zou ik haast maar zeggen. Maar als we nu kijken naar de online markt, dan hebben we op dit moment van alle bronnen die we ophalen, het zijn er inmiddels ruim 200, gaat het om zo'n 10.000 unieke aanvragen per maand. Oké. Dat is best veel voor een partij om dat af te handelen. En voor ons ook. Vandaar dat ik ook gezegd heb, we kunnen niet de professionals die we hebben en al die aanvragen meer één op één gaan bekijken en vergelijken. Mm-hmm. Systemen ondersteunen daarbij inderdaad om op basis van die skills een eerste selectie te maken. Ja. Hey, en die aanvragen, is dat van chirurg tot schoonmaker? Of hebben jullie een focus? Het is vrij breed. Het is inderdaad nog niet de schoonmaker, maar in de zorg hebben we inderdaad wel heel veel aanvragen ook voorbij komen. Okay. Voornamelijk verplegingschirurgen zie ik nog niet zoveel. Daarentegen zien we wel bijvoorbeeld vanuit een partij als een KNGF heel veel waarnemingen. De KNOV die natuurlijk voor verloskundigen allerlei dingen zoekt. Dus de zorg is zeker wel vertegenwoordigd. Ja, snap ik. Grote sector, veel vacatures. Het is vrij breed. Engineering, HR, marketing, communicatie, veel voor. Ja, finance, dus het is vrij breed. Ja, we zijn die aanvragen, wij vinden het belangrijk dat we niet vanuit de vraag gaan opereren.
Dus we willen echt wel vanuit de professional blijven opereren. Maar die aanvraag stellen we ook wel beschikbaar aan andere partijen. Daar gaan we straks even wat meer over laten zien. Nou, ik ben heel benieuwd. In die samenwerking met Spinweb onder andere. Ik zie ondertussen dat de tijd die vliegt voorbij. Ja, dus, ja, moet inderdaad eventjes... Misschien onderbreek ik jullie te veel. Nee. Nou, het gaat helemaal maar prima. Maar het is misschien goed om even te zeggen. We zijn vorig jaar gestart met ICT. Eigenlijk dat deden we de afgelopen paar jaren, tot maart vorig jaar. En op een gegeven moment zei iemand van, ja, maar als je het voor ICT kan, waarom doe je het dan ook niet voor alle andere vakgebieden? En zo doen hebben we het eigenlijk open gegooid. En we zien nu dat als we naar het totaal kijken, dan is ICT nog steeds wel goed vertegenwoordigd. Maar die zit nu op zo'n 45% van alle aanvragen. Okay. Dus, nog een flinke hap. Nog een flinke hap, ja. Inderdaad. Maar ja. Het is van oudsher een beetje een markt die al langer online opereert. Ja, tuurlijk. Ja. Maar we zien de andere partijen zeker opkomen. Naast de zorg is het ook vooral marketing die heel erg opkomend is tegenwoordig. En waar we veel vragen in voorbij zien komen. Ja, okay. Toch nog één ding. Van wie komen die vacatures? Wie zet die vacatures uit? Die komen van eigenlijk van alle DAS-systemen natuurlijk. Dat zijn alle partijen, inhurende partijen die zelf vragen hebben, die via een dynamisch aankoopsysteem werken. Het kan zijn dat ze gewoon op een eigen website hebben staan. Hè, een PostNL, een T-Systems, ANWB. Maar ook veel brokerpartijen. Dus gewoon tussenpartijen. Ja, ja, ja. Dus ook bemiddelaars. Voor ons maakt het namelijk niet uit wie hem aanbiedt. Als iemand de vraag heeft, nou, dan wil hem gewoon graag zien. Ja. En wil hem graag clusteren en ontdekken. Interessante informatie opkomen. Dus ik denk dat Arno, we krijgen zo, zit hierna. We hebben een samenwerking, zijn we aangegaan met Spinweb. Ja, ik ga even plaatsen. Met Arno Vermeulen. En we dachten eigenlijk voor onszelf, moeten wij nou gaan vertellen hoe die samenwerking tot stand gekomen is? Of laten we Arno dat zelf vertellen? Dus welkom, we hebben Arno uitgenodigd. Dat ben ik. Hi, goedemiddag. Ja. Ja, ik ben inderdaad van Spinweb. Zij zijn voor de freelancers en wij zijn de 100% voor de detacheringsbureaus. We bestaan alweer ook meer dan 20 jaar. We hebben die markt zien veranderen. Kijk, vroeger had ieder bureau had zijn eigen klanten. De een zat bij de politie, de ander zat bij een gemeente, die zat bij een bank. Ja. En dan ging je lekker uitwisselen met elkaar van vraag en aanbod, die bureaus onderling. De laatste tijd zijn er heel veel aanvragen natuurlijk op die DAS-systemen. Dus een echte sales heb je bijna niet meer nodig. Je schrijft je gewoon in op al die inhuurdesken. En dan krijg je al die aanvragen binnen. Scheelt je een hoop ritjes naar klanten toe om ze te overtuigen. Ook heel milieuvriendelijk en duurzaam. Ik zeg altijd, het mooie is dat ieder bureau zich daar kan inschrijven. En het nadeel is dat ieder bureau zich daar kan inschrijven. Ja. Want je kan zomaar ineens... Hadden we nog gezien dat een systeembeheerder... die had 58 kandidaten voorgesteld gekregen, die eindklant. Ja, dus de kans dat jouw kandidaat het wordt, is wat lastig. Ja. En wat bedoelen zij nou met tijd? Die inhuurdesken die werken met puntensystemen. Ja, als je 100% scoort, dan moet je ook nog zorgen dat je een van de eerste 10 bent. Want als je 100% scoort en je bent nummer 11, daar kijkt de opdrachtgever niet meer naar. Nee. Dus ook al heb je een hele goede kandidaat die 100% matcht, moet je toch ook zorgen dat je snel bent. Ja. Dus, maar we werken inderdaad samen met Flexperency en we hebben dezelfde bron van aanvragen, waar we heel dankbaar voor zijn. Die presenteren we aan onze leden, dat zijn detacheringsbureaus. Hebben we eigenlijk onderverdeeld in een aantal categorieën. De belangrijkste zijn de eindklanten, die zie je hier vertegenwoordigd. Dit kan zeg maar een aantal aanvragen zijn van eindklanten van een dag. We sorteren ze per dag, gewoon wat komt daar binnen. Je gelooft het niet, maar soms zijn er dagen bij dat er over de 200 aanvragen in de ICT-sector alleen binnenkomen. En dan is zeg maar 40% is bij eindklanten en 60% is bij die brokers. Yeah. Nou, onze leden krijgen daar inzicht in, dus ze kunnen op aanbieden. Ik zal ook even die andere laten zien. Even kijken, daar hebben we de dienstverleners en brokers. Nou, als je bijvoorbeeld kijk naar wat we ook proberen te doen, is de tweede aanvraag. Dan zie je Circle 8. Je hebt bureaus of detacheerders die winnen aanbestedingen. Maar dat is er meestal niet één. Het kunnen meestal twee zijn die aanbesteding gewonnen heeft. En dat clusteren we ook.
dan zou je bijvoorbeeld zien dat die support engineer op de tweede regel in Haarlem, die staat bij 3 bureaus uit. Dat hebben we dan kunnen laten zien. Dus als detacheringsbureau krijg je ook goed inzicht in de markt om jouw bankzitters zeg maar zo snel mogelijk te plaatsen. Want dat is natuurlijk het doel. Want we proberen natuurlijk die bankzitters zo snel mogelijk aan het werk te hebben. Ja. Dat is het werk van de accountmanager van dat detacheringsbureau. Volgende, denk ik. Heb je nou de ideale kandidaat? Stel dat jij een sapper bent en jij wil graag bij de NS aan de bak. En je ziet daar een mooie consultant-sap aanvraag op het platform voor een van je medewerkers, bijvoorbeeld die op de bank zit. Nou, je kan hier op het platform de aanvraag lezen. Denk je van, nou, dat past mooi bij mijn medewerker. Dan zie je links dat je kan aanbieden bij de inhuurdesk van de eindklant. Nou, de NS is makkelijk, daar kan bijna iedereen wel op aanbieden. Want die hebben niet zulke hoge drempels. Hm. Maar je hebt ook hele lastige DAS-systemen, dynamische aankoopsystemen. Bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Die hebben, ja, daar moet je ook allerlei juridische en belastingtechnische verklaringen overleggen. Oké. Okay. Ja, dat blijft vaak in het bakje van de directeur liggen. dus. Ja. Maar het mooie van Flexperency samenwerking is dat zij wel overal ingeschreven staan. Dus zeg je nou, we komen een DAS tegen waar we zelf niet kunnen aanbieden als bureau. Dan pak je de onderste, dan zeg je. Dan gaat die naar Flexperency toe. En dan pakken zij de kandidaat op en doen de aanbieding. Ja, want dat is inderdaad precies ook die DAS-systemen, dynamische aankoopsystemen zoals ze vaak genoemd worden. Dat zijn stukken waar je best wel ervaring in moet hebben om daar een beetje makkelijk doorheen te laveren. Kijk, wij zeggen dat is niet lastig, dat is heel makkelijk en doe het vooral zelf. Maar we krijgen toch heel veel meldingen terug van ja, we kunnen het wel misschien wel zelf, maar het kost gewoon veel tijd of ik zit nu in de auto. Of wat we laatst hadden, ik heb een tweede kandidaat en ik mag er maar één voorstellen. Dat zijn allemaal situaties waarbij we zeggen van nou, hartstikke mooi. Schakel ons in en laat ons dan die voordracht voor je doen. En laat ons dan aan de slag gaan om de kandidaat voor te stellen. Want we willen gewoon zorgen dat van die 58 kandidaten, waar Arno het net over had, dat jouw kandidaat daar als een van de eerste bij ligt. Want dat is natuurlijk de beste die er is. En wij maken geen onderscheid in de kandidaat of de partijen. Iedereen die aankomt, die wordt op dezelfde manier behandeld. En we zorgen er ook gewoon voor dat iedereen die past ook aangeboden wordt. Ja. En we is? Flexperency. Met Spinweb in dit geval. Met Spinweb inderdaad. Ja, klopt. Dat is eigenlijk, want wij hebben vanuit Flexperency hebben we echt een focus waarbij we zeggen wij focussen ons op de professionals die bij ons zijn aangesloten. Voor hen gaan wij op zoek. En via Spinweb bieden we toch iedereen de mogelijkheid om al die aanvragen te zien die wij hebben. Want dat was gewoon een grote vraag. En nou, Spinweb had al best wel wat vragen van eigen klanten op de site staan. Maar daar hebben we een nieuwe impuls aan kunnen geven om daar echt gewoon een 2.0 versie van te maken. En ja, de hoeveelheid vragen eigenlijk extreem te laten toenemen. Ja. En het leuke eigenlijk is dat we... sowieso iedereen die deelneemt, die gaan we de komende maand even voorzien van toegang tot Spinweb. Zodat ze allemaal kunnen zien wat komt daar zo al op voorbij. En niet alleen ICT, maar ook eventueel inderdaad in die zorg. Maar we doen dus al heel veel zaken met die DAS'en. En dat is allemaal openbaar. En wat Arno ook zegt, joh, het is... als we kijken naar de wet van de aantallen, zien we dat je best wel veel effort moet steken in het aanbieden. Op opdrachten. Mm-hmm. En ik zou wel eens benieuwd zijn, hè? We krijgen de vraag van hoeveel voordrachten zijn er nodig om te komen tot één opdracht. Hè? Wij focussen ons, ik weet niet of mensen misschien via de chat willen een aantallen willen doorgeven wat zij denken dat nodig is. We hebben natuurlijk onderzoek naar gedaan en we meten dat continu in onze systemen, want wij willen eigenlijk natuurlijk dat getal zo optimaal mogelijk straks hebben. Maar het zijn openbare bronnen. En bij 50 kandidaten weet je geheid dat er goede kandidaten tussen zitten. Hè? Want er is niet één persoon die iets kan invullen. Er zijn heel veel mensen die dat kunnen invullen. Dat is ook alleen maar goed dat we dat weten. Maar het betekent wel dat de slagingskans op die DAS'en dat die een stuk lager is dan bij je eigen klant als jij een detacheerder bent. Vandaar dat het belangrijk is dat je wel voldoende aanbiedt. Nou, wij hebben gekeken en waar wij nu op uitkomen is dat we zien van... Als jij een opdracht wil hebben, dan weten wij inmiddels dat we eigenlijk 40 voordrachten moeten maken. Moet je er 40 aanvragen voorstellen. 40 aanvragen leidt tot 4 intakes. En uit 4 intakes valt in principe 1 opdracht. Okay. Dus op deze krappe arbeidsmarkt
is de conversie van 40 naar 4. Uiteindelijk naar 1, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat is... Dat vind ik toch tegenvallen. Vinden jullie dat ook? Nou, er is een groot verschil tussen arbeidsmarkt en intramarkt. Ja, maar ja, krapte is krapte. Ja, maar bij de intramarkt is meer beschikbaarheid dan als ik een ICT-professional zoek voor vast dienstverband. Dan krijg ik waarschijnlijk 0 reacties. Ja, als ik zeg, ik zoek een Java-programmeur van 100 euro per uur, dan zit mijn mailbox vol. Oh, okay. Dus ja. Op dit moment. Oké, geen krapte. Nee, de intramarkt is op aan de intramarkt is geen krapte. Er is een heel groot verschil tussen vast dienstverband en intramarkt. Ja. Dus het heet ook eigenlijk geen vacatures, maar aanvragen. Uh-huh, ja. Dus, okay, ik vind het een verrassende conversie. Ik had hem veel lager verwacht. Ja. Tenminste een lagere verhouding, een sterkere conversie. Klopt. Nee, dat heeft te maken met alles wat online en openbaar is. Ja. Hey, die 40-4-1... Is dat algemeen Nederland of zit dat in de ICT of zijn er verschillende beroepsgroepen waar je verschillende verhoudingen ziet? We hebben het nog niet nader uitgewerkt. Okay. We hebben het gewoon puur op de totale die we nu zien. Er zit de conversie die we zien, maar het zou goede zijn om inderdaad het komende jaar te kijken van kunnen we daar in specifieke vakgebieden. We hebben het nu natuurlijk eigenlijk over IT in de voorbeelden sfeer. Maar in de zorg heb je ook zo'n ingewikkelde arbeidsmarkt. In het onderwijs, in de techniek. Zowel hoog opgeleid als de vakmannen. De recruiters zitten veel interim. Dus ik kan me voorstellen dat er heel verschillende verhoudingen in zitten. Waar je dan vervolgens in je bedrijfsmodel andere dingen mee kan of moet doen. Ja, en vandaar dat wel inderdaad interessant om te kijken naar hoe inderdaad die marktontwikkelingen zijn. Ja. We hebben heel veel vragen en het wordt steeds transparanter en wat versnipperd. Vandaar dat we ook die systemen gemaakt hebben die vraag bij elkaar halen. Het leuke daaraan is dat je kan kijken naar wat ontwikkelingen daarin. Ik ga er wat sneller doorheen in verband met de tijd. Maar het voornaamste is die marktontwikkeling wat Arno aanstipte. Er is iets compleet veranderd ten opzichte van zomer vorig jaar. Vorig jaar zomer als je iemand had die was interimmer, nou dan hoefde je maar te hebben en die had een opdracht. En sinds maart eigenlijk van dit jaar zien we gewoon dat het hebben van 50 voordrachten op één aanvraag is geen uitzondering meer. Zeker omdat iedereen de weg naar die DAS-systemen gevonden heeft. Ze hebben ook de weg naar Spinweb gelukkig gevonden. Dus steeds meer mensen zien de vraag. En dus ook steeds meer partijen kunnen reageren. Ja. Wat betekent dat je wel moet zorgen dat je op tijd reageert en dat je inderdaad bij die eerste 10 zit. Ja. Ja, want zeg zelf, op het moment dat jij 50 mailtjes in je mailbox krijgt, als jij na 5 mailtjes de juiste kandidaat gevonden hebt, dan ga je die andere 45 niet meer af. Ja. Ik krijg in één keer, afgelopen winter kwam er een nieuw begrip in de westerse wereld, rage applying. He, dus echt gewoon uit pure chagrijn en onvrede met je huidige functie of je huidige project. Gewoon 10 sollicitaties eruit gooien, en sommige tientallen. Ja. Dit klinkt ook een beetje zo eigenlijk, dat je op een schaarse arbeidsmarkt toch 50 kandidaten krijgt. Dat is een soort van gevolg van rage applying. Zou dat kunnen? Mensen uit onvrede, dat er zoveel kandidaten zijn uit onvrede met wat ze nu doen? Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die als ZZP'er zijn begonnen. Ja. Dus die, iedere ZZP'er die begint, dat kost een baan in de vaste loondienst. Mm-hmm. En dan komt er eentje bij in de intramarkt. Ja. Dus, en als die intramarkt dan een klein beetje naar beneden gaat, dan hou je dus wel intramers over die toch een beetje moeite hebben om een opdracht te vinden. Ja. En vandaar dat zij Flexperency daar heel goed bij kan helpen. Yeah. Hetzelfde geldt voor die bankzitters. Yeah. Kijk, als je een hele zware functieprofiel hebt, Java developer met heel veel ervaring bij de overheid, nou die zijn we binnen een week kwijt. Maar een projectmanager is natuurlijk altijd wat lastiger. Hangt manager. Van het project natuurlijk. Wanneer begint dat? Ja, dat wordt wat lastiger. Okay. Ja, en ik weet niet of ik de term rage zou willen toepassen, maar meer eigenlijk hetgeen wat eronder... Komt uit Amerika. Uiteraard. Maar er zit natuurlijk wel een stukje onder waarbij je zegt, maar ik wil iets doen wat ik leuk vind. Ja, absoluut. Ik wil iets doen wat past bij mijn voorkeuren. Ja. En als je daardoor wel alles ergens zit waarbij je denkt, ik wil eigenlijk wat anders, dan kun je wel makkelijker kijken naar wat er is. Ja. En hoe makkelijker we die drempel maken, des te meer beweging er komt. En we denken dat beweging gewoon goed is in de arbeidsmarkt. Want dat willen we wel teweeg brengen. Zeker ook in de interimmarkt. Maar dit is één interessante ontwikkeling. We hebben ook een andere die we gezien hebben. Daar is onze collega's van Zipconomy en eigenlijk Compagnon. Waarmee wij informatie uitwisselen rondom de aanvragen. Nieuw initiatief.
Ja, nieuw initiatief. Die hebben wat onderzoek gedaan, uiteraard voor HR. Hè. Compion is een HR-bedrijf. Mm-hmm. Op de eerste helft van dit jaar. En wat die zagen is dat er eigenlijk een lichte daling aan het ontstaan is in de interim aanvragen. We halen natuurlijk al een tijdje de informatie op en ze hebben gewoon Q1 en Q2 voor HR vergeleken. En ze zeiden van, hey, we zien ja, meer aanbod, maar we zien ook een daling van het aantal aanvragen. Ja. En ja, dat is een ontwikkeling waarvan we zeggen, ja, die was natuurlijk ergens ook wel logisch. Hè, want vorig jaar konden de projecten, die konden niet op. Dus ja, elk bedrijf was project aan het opstarten. We zien dat het iets onzekerder wordt allemaal. Ja. De kosten zijn natuurlijk flink omhoog gegaan vorig jaar. Dus dit jaar is het aantal projecten wat gestart is. De economie is een beetje bevroren. Ja, hè? Ja, alles. En je ziet daar gewoon een afname. En dat gaat best wel rap. Okay. En dat zien jullie dus in al die vacatures die jullie verzamelen. Ja. En hier kun je dus duidelijk HR eruit filteren. Dus jullie hebben dat inzicht wel. Klopt, ja, de HR hebben eruit gefilterd. Ze hebben dat ook afgezet tegenover de hele markt. Ja. Wij zien dat HR iets harder zakt dan de rest. Kan ik wel snappen eigenlijk. Want die zijn verantwoordelijk voor de intake van nieuwe medewerkers en projectmedewerkers. Recruiters. Klopt. Dus klinkt ons logisch. Niet per se leuk voor ze, maar dat is even zo. Nee, dat is inderdaad zo. Maar dat is wel een van de stukken die we hier inderdaad uithalen en die we ook veel meer willen delen door dit soort initiatieven. Ja. Ja. Door partijen die zeggen van, hey, ik kan daar analyses op doen. Ik kan daar dingen over vertellen die ons helpen in de markt. Ja, en ik zie er staan Q1 en Q2. We zitten inmiddels in Q4. En je had het net over, we kunnen allerlei dingen binnen een kwartier zien. Hoe verhoudt dat zich? We verwachten deze week wel de cijfers van Q3 ook te doen. In verband met de voorbereiding voor de webinarweek konden we daar helaas nog niet dit doen. Maar wij gaan dat wel zeker zorgen dat in de komende twee weken Q3 ook erin staat. De database is natuurlijk die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. En die komt rond 20 november. Dus maar daar zijn we ruim voor altijd. Toch? Wij proberen het altijd in de eerste twee weken. Ja, ik vind dit altijd razend interessante informatie. Dus hoe sneller op een periode aansluitend, hoe relevanter dat is. Ja. Nee, klopt. Ja, we hebben een tijdje ook gewerkt met de interim tarief top 40. En die gaan we misschien wel weer nieuw leven inblazen. Maar waarbij we elke maand even het overzicht gaven van de grootste stijgers en dalers rondom tarieven. Okay. Dat zijn natuurlijk ook dingen die plaatsvinden. Ja. En dit zijn een van de initiatieven die we al hebben draaien. En zo zijn we met meer dingen bezig om gewoon te zorgen dat we de ontwikkelingen vanuit Flexperience en vanuit de markt, dat we die wat meer kunnen versterken. Ja, ja. En later deze week volgen daar meer dingen over. Maar je ziet bijvoorbeeld inderdaad een intelligence group die hartstikke goed zijn in het analyseren van de markt en het bieden van dashboards rondom marktinformatie. En die hebben daar een hele mooie flex onderdeel aan toegevoegd aan hun bestaande producten. Giant. En daar maken al heel veel partijen gebruik van. Om gewoon ook te zorgen. Op basis van jullie data. Op basis van die marktinformatie. En initiatieven met partijen als een Recruitment Valley die echt gewoon gericht zijn op van Time to Hire. En die hebben een site gericht op alleen maar recruiters. Alles voor de recruiter en alles rondom de recruiter. Waarbij we zeggen, nou, hartstikke mooi dat je alle vacatures voor zijn recruiter hebt staan. Maar wij vinden die interim heel interessant om daarbij aan te bieden. Ja. En die interimmarkt werd gewoon net even anders. Hè. Daar heb je geen 3 maanden, maar 3 of 4 dagen de tijd om voor te stellen. En dat zorgt er ook voor dat er lekker veel actualiteit en verandering is op de site. En mensen ook constant ook vernieuwing doorkrijgen. Ja. En mijn hart gaat natuurlijk altijd open als het over flex gaat. Kun je er iets over vertellen? Komt dat later in de week? Wanneer gaan we meer horen over dat dashboard? Dat wordt aankomende vrijdag wordt er meer over verteld. Okay. Daar heb ik nog voor ingeschreven, denk ik. Geert-Jan die gaat dat helemaal mooi erop inzoomen. Ja, ik roep alle kijkers op om er ook naar te kijken, want volgens mij razend interessant. Ja, zeker. Dus dat, daar gaat hij heel veel over meebrengen. Dus dat zijn eigenlijk voor ons eigenlijk alle dingen die nog aankomend hadden. Okay. En wij hopen gewoon ook met deze manier van samenwerken en met nog meer partijen integreren, dat we die markt gewoon nog veel transparanter kunnen maken. Hè. Flexperency, dat is ook een stukje transparantie wat we graag willen brengen. Hoe meer partijen dezelfde informatie hebben, des te beter we met z'n allen een goede voordracht kunnen maken en de juiste persoon op de juiste plek kunnen krijgen. Want dat is uiteindelijk wel waar we het allemaal voor doen. Ja. Ja, mooi. Wie is nou jullie allerbelangrijkste doelgroep?
Dat is heel verschillend. Bij een Finweb zijn dat de detacheringsbureaus. De detacheringsbureaus. Ja. Mensen in loondienst die ze willen detacheren. Ja. 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 En bij Flexperiency. Ja, en dat zijn ze omdat ze met het probleem zitten van we hebben wel kandidaten, maar we zijn minder goed in sales. Nou, niet minder goed, maar het is die sales is veranderd. Vroeger, nou, ja. Ik ben niet zo heel oud, maar dan moest je natuurlijk bellen en klanten binnenhalen om die opdrachten binnen en die te halen. Oplossing wordt geboden via Spinweb. Maar de markt is veranderd, dus de overheid moet verplicht aanbesteden. Dus het zijn allemaal mini-aanbestedingjes. Ja. En daar, ja, de, in principe... Dus dat is jullie toegevoegde waarde aan al die detacheringen? Om dat helemaal transparant te krijgen en zo snel mogelijk te zien wat er gebeurt er in jouw branche. Ja. Heb ik de juiste mensen op de bank zitten? Ja. Want misschien heb je wel hele goede developers. Maar als dat niet meer .NET niet meer gevraagd wordt, dan moet je misschien nadenken over een andere stap. Hè? Vooral inderdaad marktontwikkelingen. Wat is jullie allerbelangrijkste doelgroep? Ik vind dat wel leuk. De professional. Wij spreken ook niet maar over de kandidaat. Ja. Maar we hebben het altijd over de professional. Dat is degene voor wie wij aan de slag zijn. Ja. En in veel gevallen zal die voor zichzelf werken. Maar we zien toch ook wel dat in de helft van de gevallen is die gewoon aangesloten bij een detacheringsbureau of bij een samenwerkingsverband. Waarbij die eigenlijk zegt van joh, ik vind het wel leuk om mijn vak te doen. En ik vind het ook leuk om met de mensen samen te werken met die ook hetzelfde vak uitoefenen. Maar het zoeken naar al die opdrachten en dergelijke, dat laat ik liever aan een accountmanager of aan andere partijen over. Ja. En daar schakelen wij eigenlijk op. En jullie zijn eigenlijk een virtueel bedrijf. Hè? Ik kan jullie niet als kandidaat, als professional opzoeken in een vestiging en daar dan op vrijdagmiddag een borreltje met je drinken. Nee. We hadden tot voor kort, en dat is echt tot 1 oktober, hadden wij een locatie in de Vrij Stuurtlaan in Rijswijk. Maar omdat we er eigenlijk al sinds COVID niet meer zoveel kwamen en nu helemaal niet meer, hebben we gezegd we gaan volledig online. Okay. We gaan het volledig remote doen, het moet online gewoon werken. Dat zorgt er ook voor dat de interactie met de professionals ook online verloopt en dat we dat ook op snelheid kunnen doen. Ja. Maar het is wel, contact is wel heel belangrijk. Maar dat kan je tegenwoordig gelukkig niet op allerlei verschillende manieren doen. Precies, zo is dat. Ja, we gaan steeds meer hybride werken, dus dat is online en niet meer on-site. Hartstikke goed. Ja, en laat die vrijdagmiddagborrel, doe die vooral inderdaad bij de community waar je aangesloten zit. Of bij de detacheerder waar je te werk bent gesteld. Of bij de klant, hè. Ja. Dat zijn gewoon leuke plekken waar je aan de slag kan. Maar als je op zoek bent naar opdrachten, die gaan de hele dag door. Dus dat kunnen we online voor je organiseren. Okay. Zijn jullie erdoor? Ja. Ja? Ja? Nou, dat is hartstikke mooi, want wij zijn ook ongeveer door de tijd. We hebben nog, laten we eens 1 minuutje zijn. Is er nog iets waarvan ik kijk even naar de... Nee, ik heb alles gecoverd wat hier binnen is gekomen. Wat willen jullie absoluut nog even meegeven voordat we gaan afronden? Zo. De grote strikvaag. Nou ja, wij blijven er, als de markt verandert, wij blijven er voor die detacheringsbureaus zijn. Dus... gaat de markt straks weer veranderen, op een, net zoals die toen gekanteld is van ieder zijn eigen klant naar Dassen. Wij zorgen ervoor dat die bankzitters zo snel mogelijk weer op project zitten. Oké, dus helder. Ja. Mooi. Ja, wij vinden het belangrijk als je nou wil weten wat er in de markt verandert. Sluit je vooral aan bij Flexperiency, meld je aan als je voor jezelf opdrachten zoekt of als je inderdaad voor medewerkers opdrachten zoekt. En als je nou een goed idee hebt over een manier waarop we nog verder kunnen samenwerken of interesse hebt in de informatie, neem gerust inderdaad even contact op. En dan kijken we even naar welke vorm van samenwerking we nog meer allemaal kunnen realiseren. Hartstikke mooi. Ik heb nog 1 ding wat bedacht wordt. Spinweb is geen broker. Dus als aangesloten lid van Spinweb bied je zelf aan. Wij zitten er verder niet tussen. Wij zijn een platform die data biedt, inzicht. Maar we zijn geen broker die er bij een deze bedrag... Helemaal helder. Oké, hartstikke mooi. Nou, er komt nu vragen in beeld. Nou, die hebben we gehad en die hebben we besproken. En jullie hebben antwoord gegeven. Dank jullie wel, nogmaals, voor jullie 3 kwartier hier in de studio met onze kijkers. Volgens mij heel relevant. Mooie nieuwe plek in die hele lange keten van professional tot en met inlener, opdrachtgever, inhuurder. Nogmaals dank. Fijne middag voor straks. En kijkers, dank jullie wel voor jullie
aanwezigheid en jullie deelname in dit webinar. Wij gaan deze afronden en dan later vanmiddag, over een half uurtje, zijn wij terug en gaan we kijken naar 8 tips voor een succesvol uitzendbureau. Ik kan al niet meer wachten. Ik zie er nu al naar uit. Dank voor nu. Heel graag tot straks. Mannen, nogmaals, dank jullie wel. Tot later. Yes.